Dit is Miron. Dit is zijn leven. Zijn zoon, zijn vrouw. Kijk eens, mama. Zijn werk, zijn huis. En dit leven is volgend jaar voor hem voorbij. Daar kunt u niets aan doen. Maar u kunt hem wel helpen door €5 over te maken om de laatste maanden van zijn leven vast te leggen. Oh. Oh, lach omdat je klaar komt, joh. Nou, zeg, heel rustig aan. Eind 2009 kreeg Miron te horen dat hij de zeer zeldzame spierziekte ALS had. Als wij zeg maar, onder neurologen of onder dokter, als je het woord ALS noemt, dan is het gelijk van, oh jee, dat is, nou ja, goed, dat is een dodelijk, een ongeneeslijke ziekte. Maar vervolgens sta je weer buiten met een drieletterige diagnose waarvan je eigenlijk niks weet. De kans om ALS te krijgen is kleiner dan de kans om de lotto te winnen. Miron had liever de lotto gewonnen. Stort €5 op de rekening van de stichting Vrienden van Miron. Omdat we alleen met veel vrienden deze ziekte te lijf kunnen.